Hoi en welkom bij weer een hele nieuwe Slime Sunday video. Vandaag ga ik een mega groot slijmdeken maken en er ook onder liggen. Ik vind het allemaal zo ongelooflijk spannend en ik ga kijken of het gaat werken. Hou jij nou ook zo ontzettend veel van slijm? Dan kun je deze video een dikke vette duim omhoog geven. Dus druk zeker eventjes op die like. Vergeet daarbij niet om ook nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier zul je namelijk altijd op de hoogte blijven van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er dus nooit meer eentje te missen. Hoe tof is dat? Als je mijn eerdere slijmvideo's hebt gezien, dan kun je misschien nog wel herinneren dat ik ooit een heel groot tof slijmkussen heb gemaakt. En dat was eigenlijk ongelooflijk comfortabel. En toen bedacht ik me ineens van, hey, maar je kan natuurlijk wel slapen op een kussen. Het is alleen heel erg fijn als je dan ook nog een deken erbij hebt. Dus dat gaan we in deze video maken. Daarvoor heb ik natuurlijk ongelooflijk veel slijm nodig. Want het moet over de hele oppervlakte van dit bed hier zo achter me. Dus ik zou zeggen, het beste is om maar gewoon meteen te beginnen. En daarvoor hebben we natuurlijk een gigantisch grote bak nodig. Oeh. Nou, hij staat op de tafel en dan is het nu natuurlijk tijd om er lijm in te gieten. Dus we pakken er maar gewoon eventjes een hele grote bij. Ik weet het, ik zeg het in bijna elke video, maar dat komt omdat het elke video steeds weer groter wordt. Maar deze slijm wordt de allergrootste slijm die ik tot nu toe ooit heb gemaakt. Wow, oké. Dit wordt de allereerste fles die we hierin gaan leegmaken. Dus zo. Ik wil er natuurlijk voor zorgen dat ik er zoveel mogelijk uithaal. Want dan maken we gewoon extra goed gebruik van al het product. Oké, dat voelt fijn aan. Hij wordt steeds lichter. Ja, ja. Nou, hij is best wel leeg. Dus dat is natuurlijk een hartstikke goed teken. En dan gaan we door naar de volgende fles vol met lijm. En dat is deze. Oh my goodness. Ik maak hem open en ik maak hem leeg. Woehoe. Oh, kijk nou hoe ontzettend gaaf dit eruit ziet. Weet je wat? Ik weet eigenlijk niet eens of al deze flessen hierin zullen passen. Want het is echt zo ontzettend veel. In totaal wordt het namelijk 12 liter aan lijm dat we hiervoor gaan gebruiken. Oh. Ik heb natuurlijk zoveel slijm nodig om me lekker warm te maken onder het dekentje. Dus deze is ook wel weer bijna leeg. Ja, nou hartstikke goed. En dan gaan we door naar de allerlaatste grote fles met lijm. Oh. Het is wel een heel erg groot lijmbad geworden. Ik ben heel erg blij dat ik hier niet in hoeft te zitten. Mijn armen beginnen nu wel heel erg moe te worden. Maar je kan het, Jamila. Je kan het. En hij is leeg. Nou, dat valt eigenlijk hartstikke mee. Het past allemaal prima in deze grote bak. Dus we gaan natuurlijk door. Want ik denk dat het wel leuk is om ons dekentje een beetje een kleurtje te geven. Want dat ziet er natuurlijk wel heel erg gezellig uit. Maar wat voor kleur gaat het worden? Ik heb hier keuze uit 4 verschillende kleuren. Geel, rood, groen en blauw. Welke zou jij graag zien? Ja, ik denk dat ik het weet. Ik ga voor de blauwe kleur. Ik hoop dat dit genoeg is. Waar ga ik beginnen? Hier zo in het midden dan maar. Woe! Oh, ho, ho. Wow. Dat is eigenlijk wel een heel erg mooi patroontje. Zo. Oh, dat ziet er niet uit als heel veel kleurstof, jongens. Fingers crossed dat je de kleur terug gaat zien in al de lijm zodra het allemaal is gemixt. Dus laten we het maar gewoon eventjes mengen en kijken wat er gebeurt. Oeh, jas. Oké, okay. Oh, oh, wow, kijk nou naar hoe felle kleur dat is. Oeh, dat ziet er echt heel erg tof uit. Een beetje zo'n marble effect nu. Oké, okay, en nou moeten we natuurlijk verspreiden over deze hele bak heen. Zo, wow, dit is echt prachtig. Het is het nu al helemaal waard. Yes, I love it. En hupsakee. Nou, het is een hele felle, lekker blauwe kleur. Dus tot nu toe is het goedgekeurd. Er zit nog wel heel erg veel wit lijm in. Dus dat moet natuurlijk allemaal gemengd worden met dat blauw. Dus ik denk dat het uiteindelijk lichter gaat worden. Maar hoe licht? Dat is nog maar de vraag. Zo. Het begint nu op Delftsblauw te lijken. Oeh, een lekker Hollandse slijm wordt dit, jongens. Helemaal geweldig. Ik vind het effect echt zo ontzettend prachtig. En het voelt tegelijkertijd ook wel een beetje alsof ik een heksendrankje aan het maken ben. We zijn er bijna. En ik vind het eigenlijk een hele prachtige blauwe kleur geworden. Dus ik ben er hartstikke tevreden mee. Ik wil ervoor zorgen dat het wel een beetje een stevige slijm gaat worden. En dat kan ik doen door er iets meer baking soda in te strooien. We gaan maar gewoon eventjes zo beginnen met een mooi lijm. Laagje hier overheen.
Wow, dat is echt heel erg veel. Zien jullie dat poeder hier zo? Hoehoe. En dan ga ik dit allemaal maar eventjes door het lijm heen mengen. Yo. Nou, dat gaat eigenlijk best wel snel. Zo. Gewoon ervoor zorgen dat je het poeder niet helemaal meer kunt zien. En nu dat het baking soda er helemaal lekker in zit verwerkt, gaan we door naar het uiteindelijke maken van het slijm. Is dat een goede Nederlandse zin? Ik weet het niet helemaal. Met de lenzenvloeistof. Dus dat heb ik hier allemaal klaarstaan. Oh. En hier heb ik ongelooflijk veel van nodig. Dus here we go! Woo! Okidokie. Nou, nu maar eventjes hopen dat het ook inderdaad gaat lukken. Dat blijft toch altijd wel een beetje spannend. Oh, dat is echt heel erg veel. Uh-oh, ik was een beetje enthousiast. Zo. Ja! Yes! Ik zie al een beetje slijmverschijnselen tevoorschijn komen. Dus dat is natuurlijk een goed teken. Alle lenzenvloeistof er eventjes heel goed doorheen mengen. En kijken of ik misschien nog wel wat meer nodig heb. Wow! Oh, het begint heel erg zwaar te worden nu. Dat is hartstikke goed voor mijn niet bestaande armspieren. Het begint alleen maar zwaarder te worden, maar het is nog veel te plakkerig. Dus dat is natuurlijk geen volledige slijm. Niet helemaal goed. Dus ik moet eventjes kijken wat ik nog meer moet toevoegen. Ik denk sowieso nog wel wat meer lenzenvloeistof. Zo, een laagje eroverheen. En nog een heel klein beetje baking soda. Nou, nu is het echt gewoon een echt heksendrankje. En dan natuurlijk weer roeren. Oh, oké, dat is lastig. Wacht, ik ga opstaan. En niet lachen, jongens. Ik sta namelijk in mijn pyjamabroek. Yes! En weet je waarom dat is? Omdat ik zo meteen een dutje ga nemen onder dit geweldige slijmdeken. Haha, roeren. Ja, het begint een beetje los te komen vanaf de zijkanten. En dat is een goed teken. Dus weet je wat? Ik ga nog eventjes flink doorroeren totdat hij helemaal af is. En dan kom ik weer bij je terug. Ik kan niet meer. Oh, het is zo'n ongelofelijke rubberachtige slijm geworden. En dat is precies wat ik wilde. Want ik wil natuurlijk niet dat hij van het hele bed afdruipt. Dus dit is de uiteindelijke geweldige plop met slijm. Ik ga maar gewoon eventjes proberen of ik het op kan pakken. Oh, help. Oh, wow, dat is zo zwaar. Oké, daar gaan we. Kijk nou, jongens. Oh my goodness. Woehoe. Hier ga ik zo meteen lekker onder slapen. Of het allemaal gaat werken, ik weet het niet. Ik heb er in ieder geval wel heel erg veel zin in. Dus dan is het nu natuurlijk tijd om maar eventjes naar het bed te gaan. Yeah. Eeuw! Nou, hier ben ik dan. En dit is het bed. Dat was echt een hele lange reis. En wat ik nu ga doen is gewoon eventjes dingen van het bed afhalen. Waaronder allereerst eventjes de kussens. Dit gaat natuurlijk allemaal gewoon eventjes aan de kant. Hier zo. Hoho. En dan is het natuurlijk ook wel handig dat ik niet onder twee dekens ga liggen. Dus deze deken ga ik er eventjes ook afhalen. En zoals je kunt zien, of misschien ook wel helemaal niet, ligt hier plastic op. En hier overheen ga ik het slijmdeken leggen. En dan ga ik proberen om uiteindelijk onder het slijm te liggen. Nou, het is eigenlijk best wel zwaar. Dus ik denk dat ik maar gewoon eventjes zo, wow, op mijn bed gooi. Oh my goodness! Er ligt slijm op mijn bed. Oh, help! Nou, alles is wel helemaal goed. Deze aan de kant. Zo. Het is eigenlijk wel hele goede slijm, want hij blijft redelijk in deze vorm zitten. Maar het is natuurlijk niet groot genoeg om onder te liggen. Dus ik moet het maar gewoon eventjes een beetje uitrekken. Oh jeetje. Oh nee. Ik moet ervoor zorgen dat het allemaal eventjes goed uitgerekt gaat worden. Dus, huh? Oké. Oh, redelijk. Komt u maar, slijmdeken. Oh, kijk. Oh, dat ziet er wel heel erg gaaf uit. Oké, ik ga hier ongeveer stoppen dat het niet allemaal zo op de grond gaat vallen. Het voelt nu al lekker om mijn armen eronder te doen. Zo. Hup. En hier een beetje uitrekken. Ik wil nog eventjes zo voor zorgen dat hij hier een beetje uitgetrokken wordt. Oh jongens, hij moet nog veel langer. Oh help. Is nu helemaal opgemaakt. En het ziet er zo ontzettend gaaf en prachtig uit. Het voelt er echt heerlijk aan. En ik kan niet wachten om eronder te gaan liggen. Dus ik ga het nu proberen. Kussen weer eventjes een beetje opzij. En dan gaan we dan. Oh jeetje. Ah, ik moet er niet op vallen. Jos. Zo. Ik til hem op. Oh, het voelt zo zwaar aan. Ah. Kijk, mijn voet zit erin. Oké. Zo. Het is wel een beetje krakerig. Oeh, dit slijmdeken is absoluut perfect voor mensen die heel graag in een strak opgemaakt bed willen slapen. Want zo voelt het echt heel erg strak. Ah! Oeh! Dat is heel erg koud! Ik voel het zo ineens op mijn blote benen. Oh jeetje. Oh. Oké,
Ik leg eronder. Kussen erbij. En oh, ik kan niet geloven dat ik gewoon onder een slijmdeken lig. Hoe ontzettend gaaf en top is dit? En koud. Ook wel heel erg koud. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik eigenlijk best wel comfortabel lig. Het is zo ongelooflijk. Maar het voelt echt super koud aan. Nog steeds. En ik denk dat het een hele goede oplossing zal zijn voor de super hete zomermaanden. Dus hou dat eventjes in gedachten. Daarbij verbaas ik me echt enorm over hoe zwaar het is. Je zou denken dat omdat het slijm helemaal verspreid is, dat het niet zo zwaar zou zijn. Maar oprecht, het is bijna pijnlijk. En ik kan mijn hele lichaam gewoon best wel lastig bewegen. Maar er moet zeker wel eventjes gezegd worden dat dit slijmdeken absoluut en hartstikke geslaagd is. Woe! Oké. Oh, weet je wat? Ik ga nu maar gewoon eventjes een dutje doen. Wat rusten. Heb je deze video nou helemaal tot aan het einde bekeken? Dan kun je dat bewijzen op één manier. Namelijk door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, hoeveel dekens en kussens heb jij op dit moment op je bed liggen? Ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. Dus laat het me zeker eventjes weten in de reacties hier onder deze video. En dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doei!